ja, qua toon is die Black Rose gewoon weer heel... Hij heeft gewoon een hele eigen plek, zeg maar. Het is anders dan een Marshall, anders dan een Brunetti, anders dan een Soldano. We hebben dat er ook niet naast gehouden. We zijn gewoon stijfkoppig zijn we geweest. En we hebben gewoon, net als met de boksen overigens, hebben we ook nooit iets ernaast gehad. Maar je zal een doelgroep gitaristen in je hoofd hebben gehad, of in jullie hoofd hebben gehad, die je wilt bereiken daarmee. De veelzijdige gitarist die clean en voor hem speelt, of meer de rocker. Of... Sowieso duidelijk de expressieve gitarist, zeg maar. De gitarist die en toonechtheid wil, dus die door de mix heen wil komen. En maar tegelijkertijd allerlei boventonen uit zijn gitaar weet te toveren. En dat ook wil horen in de studio of op podium. Ja. En alles in die versterker draait om boventonen te genereren, zeg maar. Maar ons ding is wel de gesloten achterkant, zeg maar. En ook, dat hangt weer samen met de science die we erop los hebben gelaten om dat precies goed te krijgen. En er zitten zoveel voordelen aan een gesloten achterkant. Het is minder 3D natuurlijk, maar je kan je geluid veel makkelijker onder controle krijgen. Ja. Dus het maakt niet uit in welke ruimte je dan, of het maakt minder uit in welke ruimte je speelt. De ruimte doet ook heel veel met je geluid. Ja. Als vertrekpunt hebben we op een gegeven moment de natuurkunde gekozen, omdat we gewoon dingen horen en je kan het ook zelfs voelen aan de kast als hij niet goed is uitgerekend, zeg maar, dat er... Ja. Dan gaat hij meer reageren. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is het op het gehoor. Materiaalkeuze is puur op gehoor bijvoorbeeld. Ja. En helaas is het dan zo dat in dit geval wat duurder materiaal. Dus het 13 laags berken wat wij gebruiken is jammer genoeg veel duurder dan het 11 laags berken wat de meesten gebruiken als het berk is. Ik denk dat de mensen die op onze spullen spelen, zeg maar, dat die ook heel veel van, dat er heel veel van vragen, zeg maar. Die stellen hele hoge eisen. Die horen de details die de amateurs misschien niet horen. Alhoewel ik denk wel dat ook bijvoorbeeld het luisterende publiek, dat vaak heel vaak zo is, dat er twee dingen goed moeten zijn. Dus dat en de band gewoon fantastisch moet spelen en dat de apparatuur gewoon goed moet zijn. Als een van die twee dingen niet klopt, zeg maar, en mensen lopen naar buiten zoals niet zeggen van de apparatuur was niet goed of ik vond de band niet zo goed. Maar dan zeggen ze meer van ja, ik vond het niet zo leuk. En dat kan je dus voorkomen dus door te oefenen en door de juiste spullen aan te schaffen. Zullen we naar boven gaan? Ja.